Goedenavond, het is geen 9 tot 5 werk, dat hebben jullie ondertussen al door, denk ik. We gaan 3 koeien insemineren, want we hadden het eerder over een zwangerschapsverlof. Maar ja, die kalfjes komen er niet vanzelf in. Wij houden liever geen stieren aan, vanwege dat er toch een stukje gevaar in zit. Daarom doen we een KI, kunstmatige inseminatie. Dat doen we zelf, dan hebben we toch een stukje vrijheid om te insemineren wanneer het ons uitkomt. We hebben hier in de kast achter me een stiksel vaststaan. Dat is even geen verlof, want ik heb allebei mijn handen nodig om te insemineren. In het stikstofvast zitten verschillende soorten stierenzaad, zeg maar. Van verschillende rassen. We kruisen graag een en ander door elkaar in. Dat kan je wel zien aan onze weestapel. Momenteel gebruiken we de laatste paar jaar veel flexvie. Dat is een stevige Duitse koe, zeg maar. Dus die ga ik nu ook klaarmaken, zeg maar. Ze lagen al in het water te ontdooien. Ik haal nu de rietjes met stierenzaad uit het water. Ze zijn nu ongeveer 30 graden. Oh, mijn schaar. Ik moest even mijn schaar pakken, maar die zat gewoon in mijn zak. Dat heb je wel eens. Dat is zeg maar belangrijk dat het zaad alleen maar opwarmt tot 38 graden in de koel ongeveer. Dus ik ontdooi met water van 31 graden en nu gaat hij in mijn nek. Dat zou ongeveer 37 graden moeten zijn. Er zijn 3 koeientochten, dus ik maak 2 rietjes klaar en dan deel ik het over 3 koeien. Ik hoop dat ze allemaal blijven staan. Uit gemakzucht zet ik ze meestal niet meer vast. De meeste koeien zijn zo mak, die blijven gewoon staan. En anders hebben we 2 uit 3, dus dan laat ik even toe één gewoon lopen. Nee. Nou, we zijn nu even de 3 betreffende koeien aan het zoeken. Hier hebben we de eerste gevonden. Nou, dan mag jij het overnemen, Dirk. Zoals je ziet speel ik een klein beetje heel het spel. De koe staat gewoon los. Omdat we zo aan elkaar gewend zijn, blijft ze meestal staan. Zeker in de bos. Wat we bio minder frats uithalen om de koeien aan de melk te houden, is het extra belangrijk dat de koeien gewoon ongeveer 1 keer per jaar een kalfje krijgen. Om de natuurlijke aandrang om melk te geven op gang te houden. Nou, koeien eten bijna alleen gras, dus daar, zeker in mei, wordt het mest daar niet te fixen. Nou, de koe moest eerst even de endeldarm leegmaken. Ik ga met mijn linkerarm ga je de endeldarm in. Om de baarmoedermond vast te pakken. Dan ga ik hier de scheden met het pistolet tot net in de baarmoeder. Dan laat ik een klein beetje erin zitten voor de tweede koe. Tegen de nek. Inmiddels de derde van vanavond. Even kijken, deze koe is iets hoger, dus moet ik op mijn tenen staan. Het moet wel een uitdaging blijven. Enige tijd door, er komt een mestrobot aan.